Rijders zijn vertrokken voor hun B-finale hier in, in Baden, wil ik zeggen. Berlikum moet ik natuurlijk zeggen. Voor de tweede wedstrijd van het BZC-kampioenschap 2016. Vooraan Kian Prins. Oh, valpartij daar over de bars van Jens Dijkmans. Dijkmans van de Flying Devils uit Maden gaat daar onderuit op het tweede rechte stuk. Maar daar had hij niet wel eenmaal geen last van, want die ging al aan de leiding. De 1-7-2 van Kian Prins op 1. Tweede plek daar voor Kai van Werven. Derde plek dan voor de 870 plaat en dat is Nick Hulshoff. Zo gaat je top 3 naar die laatste bocht. Dan is de man de slachter was van valpartij Jens Dijkmans. Vooraan in deze B-finale is het nog steeds Kian Prins. Kian Prins gaat niet volhouden, gaat hij deze B-finale winnen. Het is Nick Hulshoff die nog een opmars is, maar Kian Prins pakt de B.